Als de paarden dan de laatste 400 meter ingaan, is het Velipa. Die gaat onverdroten door en heeft nog altijd de voorsprong. Velipa, die heeft hier nog altijd de leiding. Godiva Flevo op de tweede plaats. Dat zijn de smaakmakers op dit ogenblik. Dr. Melvi krijgt vrij spoor. En daarachter komt ook Capital Z terug voor meer. En ook de korte baan kampioen Dutch Buitenzorg meldt zich in de front rank. Bernie Boussouf aan de binnenzijde. De leiding is inmiddels overgenomen door Godiva Flevo. En die loopt weg alsof de rest stilstaat. Godiva Flevo, John de Leeuw. Op de tweede plaats met een finale eindsprint lijkt het Capital Z te zijn die tweede plaats afpakt van Velipa en daarachter Dr. Melfi. Hij heeft veel fans, dames en heren. Zij heeft veel fans. Godiva Flevo, hij ook natuurlijk. John de Leeuw. Dat is de winnende combinatie, dames en heren. Ze gingen rond in een kilometertijd van 1.20.9. Fred. John, van harte gefeliciteerd. Dit was een hele makkelijke overwinning. Ja, het paard liep heel goed op gras. Ik ben zeer te spreken erover, ja. Was dat een beetje verrassend of hij wel of niet goed op gras zou kunnen lopen? Nou ja, dat weet ik. Dat weet Bas beter als ik. Dat, want ik heb hem ruim de eerste keer eigenlijk op het gras. Dus het was voor mij eigenlijk afwachten. Oké, je kreeg een mooie koers. Felipe A kwam de kop overnemen, toen werd je een beetje uit de wind gehouden. En het laatste stuk was het even het gaspedaaltje intrappen en we gaan. Ja, dat is heerlijk rijden, toch? Ja, dat is lekker rijden, hè? Goed, ga genieten van je eerronde. Ga ik nog even Bas opzoeken. Dames en heren, uw applaus voor Godiva Flevo met John de Leeuw. Bas, gefeliciteerd. We hadden van tevoren even over dit paard gehad op gras. Ja, ze kan het supergoed, is wel weer gebleken. Ja, zeker. Ging heel best. Kijk, ik denk dat zijn voeten beter is op de grasbaan dan op de harde baan. Ik wist niet zeker of hij het hele lange rechterhand hier op de einde af zou kunnen maken, maar hij maakt het super af. Zeer tevreden. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Drie was scheepsrecht. Paarden maken weer de halve volte. En de start is gevallen. Paarden zijn gestart voor de Piet Barendse 80-jaar prijs. En het is na de start aan de buitenzijde Dr. Melfi die de leiding heeft genomen. Exclusive Queen die heeft wat moeite om aan te vangen. Als de paarden de eerste meters doorkomen is het Dr. Melfi met een lengte voorsprong op Capital C. En op de derde plaats Dutch Buitenzorg. Aan de buitenzijde maakt Godiva Flevo plaatsen goed. En die wordt op de rug gevolgd door Philippe A. Zo gaan we de laatste ronde in. Verder weg in het veld Dora de Legume. Gevolgd door Sagreus. En laatste van het peloton is Bernie Boshoeven. Los van het veld ligt Exclusive Queen. Paarden gaan nu de Klingendaalbocht in en dat alles onder aanvoering van de nieuwe leider Godiva Flevo, die onmiddellijk al op de huid wordt gezeten door Velipa. Velipa zet druk op de ketel, steekt de neus eruit en neemt bij het virageren de leiding over. Op de tweede plaats volgt daarachter Godiva Flevo. Dr. Melvi die gaat als derde over het zandpad aan Capital C. Daarachter volgt dan Zagreus aan de buitenzijde van Dutch Buitenzorg. Bernie Boshoeven en Dora de Legume sluiten de rij. Halverwege de rechterlijn overzijde leidt Wim van der Wespel en hij doet dat met Velipa. Met een lengte voorsprong en op de tweede plaats Godiva Flevo. Derde langs het laantje van Jochems is het Dr. Melvi dan Capital C. Gevolgd door Sagreus. Daarachter Dutch Buitenzorg, Bernie Boshoeven en Dora de Legume is nog altijd de draagster van de rode lantaarn. En los van dit alles ligt Exclusive Queen en die probeert terreinwinst te boeken. Paarden zijn einde overzijde gaan de laatste bocht in. Velipa leidt nog altijd. Velipa doet dat met een lengte voorsprong op de concurrentie. En bij het indraaien van de bocht heeft Velipa die lengtevoorsprong op Godiva Flevo. Zagreus die drukt op en gaat naar een gedeelde derde plaats als de paarden dan halverwege de bocht zijn. Daarachter dan Dr. Melvi en achter Dr. Melvi zien we dat ook progressie heeft geboekt Bernie Boshoeven. En zo komen de paarden dan richting laatste rechte lijn. Capital C valt wat terug. Oh, Zagreus die breekt helemaal uit. En zo gaan we dan de laatste rechte lijn in, nog 600 meter te gaan. En Zagreus ligt nu aan de staart van het veld.
heeft wat moeite met de draf. Als de paarden dan de laatste 400 meter ingaan, is het Velipa. Die gaat onverdroten door en heeft nog altijd de voorsprong. Velipa, die heeft hier nog altijd de leiding. Godiva Flevo op de tweede plaats. Dat zijn de smaakmakers op dit ogenblik. Dr. Melvi krijgt vrij spoor. En daarachter komt ook Capital Z terug voor meer. En ook de korte baan kampioen Dutch Buitenzorg meldt zich in de front rank. Birdie Boussouf aan de binnenzijde. De leiding is inmiddels overgenomen door Godiva Flevo. En die loopt weg alsof de rest stilstaat. Godiva Flevo, John de Leeuw op de tweede plaats met een finale eindsprint. Lijkt het Capital Z te zijn die tweede plaats afpakt van Velipa. En daarachter Dr. Melfi.